Bij elke bluspoging geldt eerst kijken, dan denken, dan pas doen. Let op je eigen veiligheid. Trek de deken uit de houder en vouw de deken open. Pak de deken tussen duim en vingers. Draai de handen naar binnen. Beweeg de armen omhoog. De handen zijn nu in de deken gewikkeld. Houd de deken schuin voor je, zodat je er niet over kunt struikelen. Houd de deken als bescherming voor je. Benader vanaf de zijkant en praat tegen het slachtoffer. Leg de deken ter hoogte van de schouders neer. Zo wordt het hoofd afgeschermd van de vlammen. Druk de deken goed dicht rondom de hals van het slachtoffer. Druk de deken goed tussen alle gaten tussen het slachtoffer en de rolstoel. Zorg dat er geen zuurstof meer bij de brand kan komen. Wrijf naar beneden over de hele deken om de zuurstof onder de deken uit te wrijven. Als je zeker weet dat er geen brand meer is onder de deken, kun je beginnen met het weghalen van de deken. Wikkel je handen weer in de deken. Strek één arm. Laat de andere arm bij het hoofd. Haal deze arm als laatste weg. Haal langzaam de deken weg van het slachtoffer. Controleer of het vuur echt gedoofd is. Koel het slachtoffer en bel 112.